Welkom in de gemeente Kaag en Braassem. We zijn in Hoogmaden. Dat is een van de 11 dorpen van Kaag en Braassem. Dit heet dan de Kromme Does. De Kromme Does? Ja, een belangrijk water waarbij je zeg maar, die kant op kan je naar Leiden varen. Zelfs naar Katwijk als je wil. Andere kant op kan je ook alle kanten op varen. En dit is een dorp, is wel bijzonder. Wonen iets meer dan 2000 mensen. Maar ze hebben hier bijvoorbeeld 80 verenigingen. Dus er zit heel veel saamhorigheid in dit dorp en bij deze mensen. En hierachter staan bijvoorbeeld allemaal gebouwen. Die worden ook door de bewoners zelf beheerd. En daar organiseren ze allerlei activiteiten. Dus het is een heel energiek dorp. Er zijn ook twee leuke horecatentjes. Ja. En er vaart een mooie boot voorbij. Ja, heel veel bootjes. Heb je zelf ook een bootje of niet? We hebben een klein zeilbootje en een sloep. Je ziet hier natuurlijk veel sloepen. En dan varen we als het kan ook graag mee. En nu gaan we naar de kerk. Nu gaan we naar de kerk, ja. Daar. Ja, die is daar. Ja. Nou, dan gaan we daar naartoe. Prachtige kerk weer. Ja. Voor mij een bijzondere, denk ik, hè? Ja, want in 2019 is hier iets heel afschuwelijks gebeurd. Is hier een kerkbrand ontstaan. En daarbij is de toren is zeg maar echt letterlijk omgevallen. En ook een deel van het schip, dus waar je nu op uitkijkt, is helemaal verwoest. En dat was echt voor een heleboel mensen hieromheen zijn natuurlijk geëvacueerd, maar echt wel heel tragisch. Er zijn natuurlijk mensen die zijn niet gedoopt, die zijn niet getrouwd. Zijn vaak naar de kerk geweest. Dus, en uiteindelijk is het gelukt om hem weer te herbouwen. En volgende week wordt hij ook weer ingewijd. Dus er staat nu gewoon een nieuwe kerk. We varen nu op de Stingsloot. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik in net burgemeester was, gingen we ook varen. Daar heb ik een poosje gedacht dat het de Stinksloot was. Maar dat is dus niet goed. Het is de Stingsloot. En dit is de verbinding. We zijn net uit Hoogmaden gevaren. En we gaan nu eigenlijk richting Kagerplassen uiteindelijk. We komen nog langs het Vennemeer. En dan zie je zo heel mooi straks aan bij zijkant ons polderlandschap. Wat ook heel bijzonder is in Kaag en Braassem. We hebben heel veel verschillende landschappen. Maar we hebben ook heel veel infrastructuur. En wij varen zo onder de hoge snelheidslijn door. En vervolgens onder de snelweg. Want we krijgen straks een barrière. We moeten die brug zelf bedienen. Barrière? Oh ja. Gaat u maar snel eroverheen. Hallo. We zijn nu op een bruggetje. Wat gaat er nu gebeuren? We gaan daar. Moet jij even staan? Ja, want we gaan de schuif. Dan kom ik naar jou toe. Ja. Ja, en dan moet jij hem ook dicht doen. En dan hebben we daar een touw. Of aan twee kanten moet het zijn. Hij is dicht. Hoppakee. Heb je dat wel eens vaker gedaan, Astrid? Of is dit de eerste keer? Vooral gekeken. Vooral gekeken. Daar hangt ook een... Een ketting. Ja. Bij jullie moet die getrokken worden. Ik denk dat die brug helemaal vast zit, beste mensen. Oh, kijk. Wat moet ik met die ketting nu doen dan? Ja, vieren een beetje, dat hij viert. Ah. Ga je er tussendoor nu? Zal ik hem loslaten? Ja, ik kan hem loslaten, ja. Hoppakee. Hier staan altijd jongetjes in de zomer. En die vragen dan wat geld en die bedienen de hele dag deze brug. Oh ja? Was ik ook een keer langs, toen had ik helaas geen geld. Maar toen hadden we wel flesjes cola of wel blikjes cola. Hebben ze die gegeven en die staan hier gewoon de hele zomer deze brug te bedienen. Hij is van de gemeente, deze brug. En nou wordt hij weer teruggedraaid. Nou, dat is wel uniek, hè? Zouden ze bij de Erasmusbrug ook kunnen doen in Rotterdam. Ja, Astrid, waarom wilde jij burgemeester worden in deze gemeente? Nou, uiteindelijk wilde ik heel graag burgemeester worden in een gemeente waar ik ook echt gevoel bij had. En iemand zei tegen mij, Kaag en Braassem komt op de markt, hè, dus dan kun je gaan solliciteren. En ik kende dit omdat een vriendin van mij hier woonde. En vooral de combinatie van het landschap met het water. Dus ik voelde me gewoon hier heel erg snel thuis. Ja, en uiteindelijk voelde dit echt als een gebied, ik kom zelf uit Noordoost-Groningen. Heb je andere kant op, inderdaad. Ja, maar dat, zoals we nu ook kijken, heb je echt het weidse landschap ook echt zicht. Ja. En dat voelde ook, het klinkt een beetje cliché, maar ook wel als thuiskomen. Dus ik dacht, dan ga ik proberen om hier burgemeester te worden. En hoe bevalt het?
Ja, super. Ja, elke dag is anders. En je kan echt wat betekenen. Ja, ook, klinkt ook weer een beetje cliché, maar het is wel zo. Je kan echt wat van mensen betekenen. En wat springt er dan eigenlijk het meeste uit als je zo kijkt op de afgelopen jaren? Ja, toch wel het besef dat je als burgemeester vanuit het ambt echt ertoe doet. Bij verdriet, bij vreugde, maar ook bijvoorbeeld om bij het nemen van besluiten ook echt een rol kan spelen. Dus dat heb ik wel ervaren. Dat je soms, misschien een voorbeeld, er was een toevallig in het dorp waar we nu op uitkijken, Rijpwetering, was een jonge brandweerman overleden. Dan ben ik naar de uitvaart gegaan als burgemeester. Ik kende verder daar niemand. Ook het gezin met jonge kinderen, die zei, nou, het is zo fijn dat de burgemeester er is. Dat doet ons zoveel. Dus dat is een voorbeeld van hoe het er zijn, puur vanuit je rol als burgemeester, mensen kan helpen. We zijn nu op Kaag-eiland en dat is wel heel bijzonder, want een van onze 11 dorpen is echt een eiland. Hier op het eiland, we lopen nu door de jachthaven, wonen iets meer dan 200 mensen. En je kunt alleen maar op dit eiland komen door een pontje te nemen. Dat gaat 24 uur per dag voor de auto's, fietsers, voetgangers. En je waant je dus echt, mensen hebben hier echt het eilandgevoel. Kijk. Ja. En hoe bijzonder is dit? Ja, wel heel bijzonder, omdat bij de eilanden in Nederland denk je natuurlijk vaak aan de Waddeneilanden. Maar niet zozeer aan een eiland midden in de Randstad in het Groene Hart. Maar dat hebben we wel. En dat maakt het wel, bijvoorbeeld voor de veiligheid. Als er brandweer, politie moet altijd via de pont of pakjes bezorgen. Hè, zulke dingen. Het is een heel groot bedrijf wat mooie jachten maakt. En daar werken ook heel veel mensen. Moeten ook allemaal de pont over. Dus er zijn wel dingen waar je aandacht voor moet hebben. Maar de mensen die echt de kagers, zeg maar, die zeggen van nou, er komt nooit in te nimmer een brug. We houden gewoon lekker dat pontje en laten ons maar heerlijk hier op dit eiland wonen. Zo Astrid, dan zijn we weer op een hele andere plek nu. Ja, we zijn in Woubrugge. Kijk. En hier woon ik ook. Hier woon jij. En ik weet niet of het op de film te zien is, maar je ziet zelfs de punt van mijn huis boven de brug uitsteken. Ik vond het wel een hele leuke dag vandaag. Zo lekker met de boot. En ja, we zijn helemaal verwilderd. Ja. Van brand, ja. Zijn we ook. Dus hartstikke leuk. Deze die kan bij jou op het bureau. Als dankjewel. Herinnering. Dankjewel. En nogmaals bedankt. Ja. Een hele leuke dag. En jullie heel erg bedankt. Ik vond het ook heel gezellig. En ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben kunnen krijgen van Kaag-Brasem. Een klein stukje gezien, maar wees welkom om ooit weer terug te komen. Nou, kijk. Dankjewel. Dankjewel.